Belevenis, krachtige, maar ook pure smaken. Daarvoor moeten we bij jou zijn. Klopt. Joris Peters, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent patron, de cuisinier van het mooie restaurant Aan de Zwet. Dat klopt. Mooiste plaatsje van Nederland. Absoluut, mooiste restaurant ook. Ja, dat dacht ik wel. Wat ga je vandaag met ons doen? Ik ga vandaag 3 gerechtjes maken voor jullie. Het eerste gerechtje, het voorgerecht, is een tartaar van zeebaars. Daar komt wat krokante nootjes bij, wat oude goudse kaas en avocado. Oké. Okay. Tussengerecht. Ja? Eitje patta, dat noemen we zo. Staat op de kaart. Patta negra onderop, een gepocheerd hoeveneitje uit Schipluiden. En wat aardappelsalade met spinazie. Klinkt goed. En dan het hoofdgerecht, denk ik. Dus een duifje, anjouduifje, even kort gebakken en gerookt. Daar komt de bereiding bij voor pistache, eiksaus, leuke garnituurtjes. Je gaat ons verrassen. Helemaal. Ambitie, zelfvertrouwen en onuitputtelijke culinaire kwaliteit. En dan kom ik bij jou terecht. Dennis Richter uit den Boogaard van restaurant Omundo uit Wageningen. Hoe lang mag je daar al werkzaam zijn? Ik ben daar vanaf 2003 in dienst, al heel lang. Een jaartje tussendoor in een Amstelhotel gewerkt en dan weer teruggekomen. En je bent nu daar executive chef. We gaan vandaag met jou aan de slag. Welke 3 mooie gerechten ga je voor ons maken? Ik ga beginnen met de zeebaars gegrild en tataar. Met hollandaise van spinazie en prei. Dat is je voorgerecht. Dan een tussengerecht? Tussengerecht tot glaceerde zwezerik met gegrilde kalfstong, pastinaak, groene kool. En dan gaan we afsluiten met een hoofdgerecht, denk ik. Vertel, welke wordt het? Anjouduif met rode pizzastructuren en gebakken uienpuree. Klinkt goed. Ja, wereldse smaken, maar wel met een moderne twist. Daarvoor moeten we bij jou zijn. Lars Albers, van harte welkom. Dankjewel. Je bent van restaurant Nobel. Wat is jouw functie daar? Ik ben chef de cuisine bij Restaurant Nobel. En de eigenaar, de patron, de cuisinier is Edwin Katz. Ja, correct. Wat ga je met ons doen? Een voorgerecht bestaat uit langoustine. Gecombineerd met bumbu bali en fregola. Oké, Indische bijgerechten. Ja, precies. Mooi. Ja. Gaan we naar een hoofdgerecht? Ja, hoofdgerecht. Zwezerik, gelakt met dashi. Zwarte knoflook, ui. Dus we gaan echt richting het umami. Ja, en dan denk ik maar 1 ding. Afsluiten met een nagerecht. Juist, vertel. Correct. Omdat we de mos natuurlijk vertegenwoordigen, bossenkoek. Een crème van gekarameliseerde chocola. Goed, je gaat Den Bosch op de kaart zetten. Precies. Gaan we doen. Ja, leuk.